Zeker. Mijn naam is Jamie Pijn, ik ben 18 jaar. En ik heb hier country ontworpen als outfit, als opdracht voor school. En ja, ik doe de specialist modemaatkleding, niveau 4 in Enschede aan het RBC van Twente. En ja, ik vond het heel erg leuk dat ik dit eigenlijk mocht doen. De opdracht was om een muziekstroming te kiezen wat jou heel erg inspireert. En waar je je echt zelf in kon verdiepen. Daarvoor heb ik zelf gekozen voor country. Dat is echt iets eigenlijk waar mijn hart ligt, wat ik super leuk vind. En daar kon ik dus met alle plezier kon ik eigenlijk aan werken. Wij mochten een kledingstuk maken, eigenlijk een outfit. Gebaseerd op de expositie wat hier al was, dus van beat tot punk. Nou, het belangrijkste was dus om de link te leggen met de jongerencultuur. En om dat dus heel duidelijk te kunnen laten zien in het kledingstuk. En dat kan best wel een uitdaging zijn. Ik vind dat ik er best wel heel erg in ben geslaagd. Iedereen gaat wel een bekende thema, bekende muziek, bijvoorbeeld pop, R&B, noem maar op. En ik ga bedacht, wat kan ik iets anders bedenken? En ik heb bedacht, ik wil ambient muziek. Ambient muziek is heel fysiek over de ruimte. En als je goed kan kijken, zie je wel de kleur van de sterretjes erop, het zwart. En je kan ook kijken van de, wat je van nebula's zijn. En dan zie je ook van de kleuren en hoe ze mengen mooi met elkaar. En ik heb voor punkmuziek gekozen, punkrock. En ja, daarom latex en tulle. Om het dan toch wel weer wat vrouwelijker te maken. En ja, het straalt zeg maar vrouwelijk uit, maar ook stoer. En daarvoor heb ik ervoor gekozen om dit te doen. Deze outfit heb ik gekozen. Vooral de viool, voor de klassieke muziek. En alle romantische muziek, de zenheid en de passie zit in deze outfit van mij. Nou, als mentor heb ik deze groepen geleid. Dit is mijn eigen mentorgroep ook. En het project is al in de, nou ja, begin in september begonnen. En toen zijn we eerst eens gaan oriënteren over periode waar zij geïnteresseerd in zijn. Muziekperiode, de jeugdcultuur rond die tijd. En daaromheen hebben zij hun creaties gemaakt. Dus ik heb elke dinsdagmiddag van 2 tot 5:30 hebben wij hieraan gewerkt. Ik ben geïnspireerd door de film Mean Girls. En vanuit daar heb ik eigenlijk gekeken wat ik daaruit kon halen om een outfit te ontwerpen. Ik heb bijvoorbeeld een kort jasje gemaakt en een bandeau top eronder. En daar heb ik een overslagrok onder gemaakt.